eigen vaderland getrouwen? Of vind jij dat ik mij beter aanpassen moet? Ik eet nu couscous met een kuiltje zuur. Ik doe zuurkool op mijn broodje kebab. Ben ik nou 100% aangepast, burger? Ben ik nou 100% ab? Ben ik nou 100% ab? 100% af. Af, 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 af. 100% af. 100% af. Weet je. Als je nou nog niet snapt, shit, krijg je klap. Ik ben Antje. Ik ben Gerda. Wij zijn de specialisten. Welkom, ik ben Ab de Inburgerman en wij gaan op zoek naar 100% Ab. 100% aangepast burger. Want allochtonen moeten zich beter aanpassen, zeker. Maar ik vind, Nederlanders moeten zich ook beter aanpassen. We gaan op zoek naar tips. Ik zit hier met Joop Braakhekken, weet je, in zijn restaurant en in zijn bar. Heb jij nog tips? Nee. Dit was interview met Braakhekken in zijn restaurant, in zijn bar. Mazel. Nou, ik heb nog wel een tip. Nederlandse smartlappen moet worden aangepast aan smart die allochtonen ook snappen, weet je? Wat is nou, papa loopt toch niet zo snel? Weg met die palingsound, hier komt swarma sound. Papa slaat toch niet zo hard. Papa slaat toch niet zo hard. Sla wat zachter toe, is je hand nog niet moe? Papa slaat toch niet zo hard? Dat is pas smart. En waarom zie je nooit allochtonen bij kunst en kitsch? Weet je, is onze rommel niks waard? Hey, Ab de Inburgerman zit vandaag bij... Frides Lameris. En deze persoon weet heel veel over spullen. Of ze oud zijn, of ze nieuw zijn, of ze wat waard zijn, weet je... Misschien herken jij hem. Hij is van tussen kunst en kitsch, weet je. Dan gaat hij altijd zo van, nee, sorry mevrouw, is niks waard. Dat is hij altijd. Hé, hey, maar nou heb ik heel veel spullen meegenomen. Want ik heb hele dure spullen. Is dit niet mooi? Moet je kijken. Zo. Ja. Is dat niet mooi? Ik vind het fantastisch als je het gebruiken moet een keer. Dan inderdaad ben je blij als je zo'n ding hebt. Zeker. Voor de rest ben ik bang... dat dit niet eens zou mogen. Ik zou het niet eens buiten op straat in mijn handen mogen hebben. Nou, dat is
Dat is relatief. Dit is al eeuwen in mijn familie, weet je, ja. Dit ding, weet je. Er zijn door, iedere keer als er een nieuwe bruid kwam, weet je, kreeg ze dit mee. Zo. Ja, nou, ik heb zelf wel twijfels aan de leeftijd van dit object. Nou, ik denk dat er momenten zijn in je leven als je zo'n ding kunt gebruiken. Zijn ze onbetaalbaar? Dan zou je inderdaad wel 500 euro willen geven. Zeker. En voor de rest, ik niet meer dan 10. Verkocht. Pater Verhoeven. Ja, klopt. U bent gelovig, een zoon. Ja. Ik had een vraag. Wat vindt u bijvoorbeeld dat allochtonen kunnen doen om beter, zeg maar, in te burgeren in Nederland? Moeten wij bijvoorbeeld, vindt u, dat arme mensen, weet je, dat die bijvoorbeeld een brood mogen stelen? Want dat heeft iemand gezegd. Maar ja, mogen wij dan bijvoorbeeld ook stereo's? Mag dat dan ook met cd-wisselaars als het zeg maar al een oud model is? Ja. Weet je, dat je gewoon... Of van die Nike's met van die blauwe strepen. Zo, ja. Die zijn hele mooie, zijn nieuwe modellen uit. Ja. Als katholieken vinden wij dat het eigendomsrecht geen absoluut iets is. Je mag niet zelf in rijkdom zwelgen en je medemens laten sterven van honger. Dat kan natuurlijk niet. Maar stereo, dat is gewoon laten staan. Ja, kijk, een brood nemen kun je ook alleen maar doen wanneer er geen andere oplossing is natuurlijk. Hè? Dan, wanneer het maar gaat misschien om... heb je wel een cd of zo. En ja, je denkt, ja, waar moet ik draaien, weet je? Ja, nee, dat... Kijk, als je dat ook goedkeurt, dan is het natuurlijk het einde weg. Want er zijn altijd wel dingen die je wil hebben. Ook dingen die ik wel graag zou willen hebben. Maar ik kan die natuurlijk niet zomaar weg gaan nemen, hè? Nou, ja, weet je, als mensen niet kijken of zo. Dan... Ja. Wat vindt u ervan, weet je, dat er imams zijn, weet je, die nou eens een keer hardop zeggen van je mag vrouw slaan, weet je, maar niet te hard, ja, weet je, want gewoon, ja, soms ja, luisteren ja, ze niet, weet je, dan moet je even, ja, maar niet ja, te hard, weet je, ja, want wij zijn ja, geen barbaren, weet je. Ja, 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 wat vindt u er daarvan? Is dat zinvol geweld? Dat, ja, nou, ik vind het moeilijk, maar eigenlijk ben ik het daar wel een beetje mee eens. Maar daar praat je dan niet over, maar dat wel... Dat doe je gewoon. Dat doe je gewoon. Dat moet je ook niet naar buiten brengen en zo. Maar wat is dan de gradatie? Weet je, niet met vuist, maar... Ja, natuurlijk. Gewoon een kork... Natuurlijk, het is... correctietik zo, van, hé, luister, nou, gewoon boodschappen doen. Het is een onderstreping van wat je zegt. Maar dan moet je ook accepteren, vind ik, dat zij ook zoiets doet, hè? Ja, dat wel. Wat? Ja, dat vind ik wel, dat een vrouw mij slaat? Ja, precies. Wat heeft zij te onderstrepen, weet je? Haar ze rechten. Kan niet eens schrijven, weet je? Zij heeft precies evenveel rechten als jij. En daar verschillen wij dan misschien in. Maar... Daar verschillen wij zeker over. Ja, precies. Dat vind ik een beetje heel goed. Veel rechten, weet je? Ja. Is eigenlijk, mag ik je zeggen tegen jou? Ja, voor mij wel hoor. Hoe heet jij? Hoe ik heet? Ik heet Antje. Antje. Doodgewone naam. Antje. Antje. En hoe heet Antje. Jij? Gerda. Gerda. Dus Antje en Gerda. Juist. Antje, Gerda en Ab. Ja. Ja. Maar dat is leuk. Ja. Wat vind jij ervan bijvoorbeeld dat de imam bij ons heeft gezegd van je mag vrouwen wel slaan, maar niet te hard? Je mag helemaal geen vrouwen slaan. Waarom niet? Daarom niet, het hoort niet. Het hoort niet van nee, wie niet? Nee, het hoort niet. Je hoort geen vrouw te slaan. Word je kwaad op mij? Ja. Ik ben nou een beetje bang voor haar, weet je. Dus ik schuif nou een beetje zo naar jou. Ik kan ook slaan, hoor. Bent u wel eens in een moskee geweest? Ja, ja. Serieus? Ja, serieus. Want ja, ik heb een oom, weet je, die gaat ook heel vaak naar de Rooms-Katholieke kerk, weet je? Ja. Dus ja, die schoonmaker. Ja, 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 ja. Want vindt u dat allochtonen ook katholiek moeten zijn? Of denkt u zo van, nou, iedereen moet maar geloven, weet je, in wat je wil geloven. En als je straks voor de hemelpoort staat, hey, kijken wie dan lacht, weet je? Ja, ja, ja. Ja, toch? Ja, dat kan toch ook, weet je? Dat je gewoon denkt, nou, lekker uitzoeken. Ja, ja, ja. We zullen wel eens zien wie het laatst lacht. Ja, ja. Lacht best. Ja. Ik ben zelf niet getrouwd, nee. Las ik. Want ik heb een oom, dat is oom Rashid, weet je. En die is al 27 jaar en die heeft ook nooit gewoon, zeg maar, zijn bruid kunnen vinden. En
Daar is hij heel verdrietig over, weet je. Ja. En praat er heel veel met zijn peers over, weet je. Van ja, wat moet ik nou en wat is dit? En hij is ook heel fanatiek, weet je. Hij is heel gelovig. Wij hebben een spreekwoord dat zegt, hij stoot heel vaak zijn hoofd. Mm-hmm. En dat betekent gewoon, weet je, van hij bidt te hard, weet je. Dus, ja. Heeft in Nederland de kloosters, hebben die zich aangepast aan allochtonen? Nee, natuurlijk niet. Ik kan toch niet gaan leven als een Nigeriaan? Ik ben toch een Nederlander? Als de Nigeriaan zich in Nederland moet aanpassen, dat wil niet zeggen dat ik Nigeriaan moet worden. Dat kan toch niet? Ik kan alleen maar mezelf zijn. Ik kan me wel aanpassen, dat is waar. En dat doe ik als ik in een ander land ben. Maar hier, in deze gemeenschap hier, wonen een stuk of 8 mensen. Dat zijn allemaal Nederlanders. En die kunnen natuurlijk niet voor Marokkaan gaan spelen of zo. Het volkslied, moet dat niet worden aangepast? Weet je, wat nou van Duitse bloed? 3, 2, 1. Hey Wilhelm van Nassau, ik ben van allochtoonse bloed. Blijf ik mijn eigen vaderland getrouwen? Of vind je dat ik me beter aanpassen moet? We zijn hier weer bij de specialisten, de mensen die alles weten hier in Nederland. Het zijn Antje en Gerda vanuit Burkerdam en we gaan het hebben over het volkslied. Oh, dat is Wilhelmus van de Sauer. Wat vind jij dat er veranderd moet worden in volkslied omdat er zoveel allochtonen hier in Nederland wonen? Ja, moet daar nou voor zeggen. Zou het niet bijvoorbeeld moeten zijn, weet je wel, niet van Duitse bloed, maar van Turkse bloed? Wilhelmus van Nassau, ben ik van Turkse bloed. Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Duitse bloed is, we hebben het grondleggen, was ook al Duits. Ik ben geen Duitser hoor. Je wil niet Duitser zijn? Nee. Een beetje hekel aan Duitsers. Rotmoffen. Rotmoffen. Ja, dat heeft de oorlog weer mee te maken.